Zeer regelmatig krijg ik vragen van sportvissers die zeggen, joh, ik wil wel eens met een matchhengel aan de slag. Maar hoe werkt dat nou precies? Wat voor spullen heb ik nou precies nodig? Nou, dat ga ik je vandaag uitleggen. En dat niet alleen, ik ga ook vissen vandaag met de matchhengel. We hebben gekozen voor een vaste dobbermontage, omdat die over het algemeen het makkelijkst is om mee te beginnen. Ik heb hier een Garbolino, 4,20 meter, redelijk soepelijke hengel en toch ook redelijk stug, want ik moet wel aan kunnen slaan. Aan die hengel een snel indraaiend molentje. Dit is dan toevallig een uit de 4000 serie. Maar hij moet vooral vlotjes in kunnen draaien. Dan heb ik er een nylonlijn op zitten van 1800ste. Dat is ruim voldoende voor dit werk. Dan gaan we nu hebben over de materialen. Waar ik mee begin is de lijn. Het is heel belangrijk dat die lijn ontvet wordt. En heb je waarschijnlijk wel eens sportvissers gezien die daar een sponsje voor bij zich hebben met wat zeeps op. Mijn truc is vrij simpel. Een dag voor ik ga matchen leg ik de hele spoel inclusief lijn gewoon in een sopje met wat sopwater uiteraard. Is de hele lijn ontvet. En waarom moet die lijn nou ontvet worden? Om hem makkelijker af te laten zinken. Want het is belangrijk dat die lijn onder water zit. Minder gevoelig voor wind, minder gevoelig voor andere klotsbewegingen. Want uiteindelijk moet die dobber natuurlijk wel zo stabiel mogelijk in het water blijven staan. Dus denk erom, ontvet je lijn voordat je gaat matchvissen. Ga ik nu naar de materialen die op tafel liggen, dan ga ik natuurlijk beginnen met de matchdobbers. Nou, we gaan vandaag vissen met de vaste montage. Ik heb er drie. Ik heb een voorgeloden, ik heb een half voorgeloden en ik heb er een die helemaal niet voorgeloden is. Ik heb ervoor gekozen vandaag met de half voorgeloden dobber te gaan vissen. Loop ik verder het materiaal af. Ik heb wat loodjes nodig, uiteraard. Ik heb een onderlijntje nodig. Ik heb een stift nodig die ik gebruik om de lijn te markeren. Dan weet ik op welke afstand ik vis. Ik heb een schaartje nodig. En, zo bijna het belangrijkste vergeten, als we uit gaan peilen, doe ik dat met een elastiekje, een pijlootje en een stukje schuimplastic. Liggen deze twee dingetjes er nog op. Dit worteltje gebruik ik voor het monteren van de matchdobber aan de lijn. En ik heb hier een anti-kink worteltje liggen, wat ik tussen de hoofd en de onderlijn in bevestig. Nou, het eerste wat ik ga doen is de connector op de lijn bevestigen. Die twee rubbertjes die schuif je op de lijn. Vervolgens steek je de puntjes van de connector erin en fase 1 zit erop. Op naar stap 2. Deze dobber die we gaan gebruiken is half voorgelood. In totaal 4,9 gram lood, waarvan 2,5 gram al in de dobber zelf zit. Dus ik hoef deze alleen maar vast te maken aan de wortel. Ik sluit hem, zit keurig opgesloten. Dan is het nu zaak om uit te gaan loden. Ik ga nu beginnen aan de loodjes. Wat je vooral moet onthouden met het zetten van lood is dat de zwaarste loodjes het dichtst bij de dobber moeten. Nou, inmiddels heb ik de loodjes eraan gedaan. Ik zal je laten zien hoe de loodzetting eruit ziet. Zoals ik al zei, ik heb er 2,4 gram lood aan gedaan. De grootste loodjes het dichtst bij de dobber. Dan loopt die langzamer af. Worden ze kleiner. Ik heb hier een verklikkersloodje zitten en hier het anti-kink worteltje. En dat heb je nodig voor als je straks met maden of kasters gaat vissen. Om te voorkomen dat je onderlijn gaat kinken. Daarom zit het loodje eraan. Altijd weer een spannend moment. Heb ik er genoeg lood aan gedaan? Dus we gaan eens kijken hoe de dobber in het water staat. Nou, de proef de waterlading is aardig geslaagd zoals je dat kan zien. Precies dat kleine stukje rood, dat steekt genoeg boven het water uit om te kunnen zien straks op een meter of 20. Nou, gaan we nu beginnen met uitpeilen van de stek. Ik heb natuurlijk een pijlootje. En dan zie je aan de dobber dat ik inmiddels dat stukje foam op de dobber geschoven heb en het afgezet heb, afgeblokt heb met een elastiekje. Waarom doe ik dit? Omdat het belangrijk is dat als jij op 20 meter afstand vist, dat die dobber ook recht omhoog komt. Want je wil exact weten hoe diep het is als je met staande haak wil gaan vissen. Ik ga je laten zien hoe het werkt. Want met deze methode, die misschien wat vreemd overkomt, maar dit is echt een feilloze methode om ervoor te zorgen dat je je stek echt compleet goed uitpeilt. Nou, het uitpeilen, dat doen we even wat dichterbij, want dat is makkelijker te filmen. Hij hangt nu boven water. Ik ga hem nu laten zakken en dan kun je zien wat er gaat gebeuren. Je ziet het, hij keert om en nu zinkt hij. En dat betekent dat er dus gewoon nog ruimte is dat we te ondiep zitten te vissen. Dus nu is het zaak om de dobber wat omhoog te gaan schuiven. Nou, ik heb de dobber wat omhoog geschoven. Nu gaan we nog eens kijken wat er gebeurt. Ik ga de dobber nu laten zakken om te zien of ik nu beter op hoogte zit. Nou, leuk natuurlijk. Ik heb de dobber nu te ver omhoog geschoven. Als je zo gaat vissen, dan vis je dus met een sleepje van 10 centimeter op de grond. De dobber moet nu weer wat zakken als ik met staande haak wil gaan beginnen. Dus ik haal de dobber er weer uit en ik ga hem weer wat laten zakken. Nou, dan gaan we voor de derde poging. Ik heb hem iets verschoven weer. Ik ga de dobber nu laten zakken. En nou eens kijken hoe die nu erbij staat. Moet er nu aardig in de buurt komen. Kijk, dit is wat ik zoek. Dit is perfect de stand die moet hebben.
Nou, ik ga vandaag vissen op een meter of 20. Nou is het met de feeder natuurlijk zo dat je hem op de lineclip zet. Maar dat is met de matchhengel niet zo handig. Maar hoe weet je dan met de matchhengel hoe ver 20 meter is? Nou, daar gebruik ik een markeerstift voor. Ik markeer dus mijn lijn om te kunnen zien tot hoe ver ik nu eigenlijk van mijn voerstuk af zit. En dan kan ik hem straks keurig opdraaien tot precies de plek waar ik wil gaan vissen. Ik ga je laten zien hoe je het doet. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een markeerstift. Stift eraf. En ik ga naar de lijn. Ik markeer hem hier. Ik pak hem tussen twee vingers. En het is gewoon een kwestie van wit maken. En als je nou klaar bent met de sessie, dan kun je dit er heel makkelijk ook weer afhalen. Want je wrijft het er heel makkelijk af met je vingers. Dus je kunt gewoon, nu kan ik elke keer zien tot waar ik hem op moet spoelen om toch steeds op dezelfde plek te kunnen gaan vissen. Het is vaak veel makkelijker dan je denkt. En het enige wat je ervoor nodig hebt, is een markeerstift. Ik heb mijn dobber inmiddels op 20 meter neergelegd. En zoals je ziet, staat hij wat hoger dan dat ik hem eerst had uitgediept. Dat heb ik expres gedaan, want nou dient hij als marker voor het gooien van de voerballen. En straks schuif ik hem 10 centimeter naar beneden en dan kan ik gaan vissen. Dus ik ga nu voeren. En dan gaan ze zo dicht mogelijk erbij. Het valt natuurlijk niet mee om ze precies op de dobber te gooien. Je hebt maar een aantal balletjes nodig. Want nogmaals wat ik al zei, we vissen op 20 meter en als ze een beetje in de buurt vallen, dan is dat goed. Natuurlijk als echte wedstrijdvisser wil je natuurlijk dat ze er bovenop vallen, maar dat is hier niet echt nodig. Wat heel belangrijk is bij matchvissen is dat je op de juiste manier ingooit. Het is dus belangrijk dat je tijdens het inwerpen je worp af kunt remmen om ervoor te zorgen dat de lijn keurig gestrekt in het water komt. Anders gooi je geheid dikke knopen erin. Nou, hoe doe je dat nou? Ik zal je laten zien hoe ik mijn vinger op de molen hou. Ik leg hem in principe onder de rail, vervolgens doe ik dit en dan zie je dat ik controle heb. En dan ga ik gooien en kan ik hem gelijk ook afremmen met deze vinger. Want met gooien laat ik hem los en ik kan hem er heel makkelijk op zetten om hem weer af te kunnen remmen. Haak is behaast, ik begin met twee maden. We gaan gooien en we gaan op een meter of 20 vissen. Dus toi toi toi. De eerste worp van vandaag. Houdt die plaats. Wat nu belangrijk is dat je de dobber af laat zinken en dat je vervolgens de lijn strak gaat trekken, want anders heb je te veel slack. Dus wat doe ik? Ik geef hem een flinke klap en dan trek ik hem feitelijk onder water zoals je ziet. Vervolgens ga ik de molen opdraaien, want ik heb met de marker heb ik een witte streep aangebracht op mijn lijn. En je ziet die lijn zie je aankomen. Zie je hem? Daar komt hij aan. En als ik hem nou hierop fixeer, kijk, nu zit ik precies op de goede uitgemeten afstand en vis ik precies op mijn voerstek. Moet je kijken, moet je zien. Eerste inworp, komt gelijk vis aan. Volgens mij is het nog een leuk vorentje ook. Ja, wel degelijk. Ik zeg niks meer. 5 minuten vissen. Eerste vis is binnen. Deze gaat terug. Nou, ik pak volgens mij alweer vis. Kijk, daar komt hij aan. Nou, is dit geen prachtige ruis voor hem of niet? Nou, moet je kijken. En dat allemaal met een matchhengel ergens in de buurt van Rotterdam. Op naar de volgende vis. Nou, ik ben inmiddels een uurtje bezig. Toch nog even de belangrijkste tips als je gaat matchen op een rijtje. Punt 1. Zorg ervoor dat als je inwerpt dat je je vinger zodanig houdt dat je de lijn af kunt remmen. Want het is belangrijk dat in de vlucht de hele boel zich strekt. Dus dat alles achter de dobber gestrekt het water in gaat. Als die dobber dan in het water valt, druk je top gelijk onder water en wacht even tot de dobber recht staat. Als die recht staat, een paar slagen geven om de lijn iets strak te trekken. Vervolgens tik je met één vloeiende beweging één keer die top flink boven water om de lijn onder water te trekken. Je doet je top weer onder water en je trekt vervolgens, je draait vervolgens de lijn op je spoel tot je bij de witte marker zit en dan kun je gaan vissen. Nou, ik heb er weer eentje. Ik denk dat het weer een vorentje is. Ik vis nu met twee pinkies. En het is eigenlijk natuurlijk een fantastische manier van vissen dit. Kijk, daar komt er weer een. Zo'n prachtige voren. Wat vind je nou nog meer? Dus ik ga nog even door. Ik hoop dat ik je het nodig heb kunnen vertellen vanmiddag. En dan ben ik mijn hakensteker kwijt. Mijn hakensteker is gejat. Die krijg ik geleverd van de cameraman. Ja, zo maak je nog eens wat mee. Even hakenstekertje, vorentje. En daar gaat hij. Mijn dag zit er weer op. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Mocht je mijn filmpje nou zo leuk vinden dat je zegt, joh, ik wil die andere filmpjes ook wel eens gaan bekijken, abonneer je dan gewoon op mijn kanaal, rechts onder de abonneerknop. Het is voor niks en je bent als eerste op de hoogte van de filmpjes die ik post. Wij zien elkaar vast nog wel eens ergens aan de waterkant. Je weet het nooit. Tot ziens.